Ik ben Leo Huizinga, ik ben docent bestuurskunde bij de Haagse Hogeschool. Waarom hebben we zo'n hekel aan bureaucraten? Waarom hebben we zo'n hekel aan ambtenaren? Waarom denken we dat ambtenaren altijd bureaucraten zijn? Hoe komt het dat het bureaucratisch bestel dat het zo taai is? Het is al lang, we komen er moeilijk vanaf. We vinden het op alle tijden en we zien het ook in alle plaatsen. Hierover wil ik iets vertellen, zowel vanuit het perspectief als bestuurskundige, maar ook als ervaringsdeskundige. Ik ben lang ambtenaar geweest. Het gaat dus over ambtenaren en bureaucratie. En begrippen waarvan we snel denken dat ze synoniem zijn, maar ik wil proberen ze eens een keer uit elkaar te trekken. Laat ik beginnen met een anekdote. Ergens in de grijze oudheid werkte ik als ambtenaar in de gemeente Rotterdam. En ik had de mooie opdracht om een straat in Rotterdam-West van gevel tot gevel te renoveren. De tram eruit, de weg eruit, alles moest eruit. Een aantal bomen moest worden gekapt. En een van de problemen waar we tegenaan liepen was dat de kapvergunning voor die bomen, die zou eigenlijk pas toestaan dat we het volgend voorjaar zouden doen. Als we dat zouden doen, waren we miljoenen aan Europees geld kwijt. En het dilemma waar ik als ambtenaar mee zat en als projectleider, ga ik toch door en schend ik de regels? Of gooi ik een paar miljoenen aan overheidsgeld over de balk? En waar ik toen voor gekozen heb, is toch op tijd te beginnen. Maar ik heb een vrije zaterdag besteed om alle bomen die moesten worden gerooid langs te lopen om te kijken of daar toch niet ergens nog een jong vogelpaardje bezig was iets moois te bouwen. Dat bleek niet het geval en toen zijn we toch begonnen. Het liet zien hoe moeilijk het was eigenlijk om tegelijkertijd het resultaat te behalen en dan anderzijds exact aan de regels te voldoen. En dat is een dilemma waar ambtenaren in de praktijk gauw tegenaan lopen. En waar ook geen pasklare standaard oplossingen voor zijn. Dit is waar ik het over wil hebben. Heb ontzag voor de bureaucratie. Probeer te begrijpen, ook als eenvoudig burger, ook als je last hebt van bureaucratie, waar komt bureaucratie eigenlijk vandaan? Het is een uiterst sterk middel. Het is een middel dat je in de meest gekke landen tegenkomt, ook in het bedrijfsleven overigens. En aan de andere kant wil ik de kijker uitnodigen om je te verplaatsen in die bureaucraat, ook als je een beetje een hekel aan hem of haar hebt gekregen. Omdat er zijn redenen waarom de bureaucraat doet wat hij of zij doet, of laat wat hij of zij laat. Laten we eens kijken naar dat hele begrip bureaucratie. Het blijkt in de wereld een model te zijn dat al eeuwen standhoudt. Ik denk een dikke 1000 jaar kennen we eigenlijk al bureaucratieën in de wereld. De man die het allemaal bedacht heeft en die in beeld bracht, een kleine 100 jaar geleden in Duitsland, is Max Weber. Hij was een veelzijdig man, een jurist, hij was socioloog. Hij reisde ook veel. Het was ook een Pruis. Het was iemand die zelf ook in de traditie van strakke bureaucratie en hiërarchie is opgegroeid. En wat Weber zag is dat in de loop van de eeuwen eigenlijk in grote delen van de wereld dat bureaucratische model wortel schoot. Deels gewild, soms ongewild, maar zodra het er was kom je er niet van terug. Wat Weber ziet is een aantal kenmerken die je bij alle bureaucratieën ziet. En ga zelf ook maar eens naar of de plek waar je zelf werkt of die voldoet aan de omschrijving van Weber. De eerste is een vaste hiërarchie, orde en discipline. Wat vandaag mag morgen ook niet. Een eigen competentiesfeer. Dus wat jij mag, mag alleen jij en niet een ander. Ik hou echt van het prachtige Duitse woord. Het is aktenmäßig. Oftewel, het is vastgelegd. En aktenmäßig kun je zeggen, dat is de papieren versie van. Tegenwoordig zouden we een vinkje zetten. Ook dat is aktenmäßigkeit. Niets wordt aan het toeval overgelaten. De dingen worden vastgelegd. En het resultaat wat je krijgt van al deze dingen, die overigens veel lijken natuurlijk ook op militaire hiërarchieën, militaire structuur, is een organisatie die betrouwbaar is. Die organisatie doet geen gekke dingen. Hij is daarmee dus ook voorspelbaar en hij is rationeel. Hij maakt een goede afweging tussen doelen en middelen. Dat zijn de voordelen voor de bureaucratie zelf, maar er zijn ook voordelen voor de mensen die in de bureaucratie werken. En het is misschien moeilijk om je dat te realiseren als je een zware dag op kantoor hebt gehad, maar een bureaucratie biedt bescherming. Een bureaucratie geeft degene die in die bureaucratie werken het houvast van regels. Het voorkomt willekeur. Het biedt carrièrekansen, ook voor degene die niet toevallig goede connecties hebben of neefjes zijn van de hoogste baas. Als jij gekwalificeerd bent, maak jij een kans om vooruit te komen. Daar staat tegenover dat het gehoorzaamheid eist. Wie werkt in een bureaucratie dient zich te voegen naar de regels. Altijd. En daarin zie je natuurlijk ook een beetje het stereotype dat we kennen van de bureaucraat. Dat is een kleurloos type.
die altijd maar weer loyaal blijft. Weber omschrijft bureaucratie als een vorm van legaal, rationeel gezag. Het vindt zijn oorsprong in de wet. Het is geen toeval dat legaal, rationeel gezag ook leidt tot een verankering van de rechtsstaat. Een fantastische voorwaarde dat je een bureaucratie hebt om die rechtsstaat te kunnen handhaven, te kunnen uitvoeren. Ik vind het wel een mooi symbolisch beeld eigenlijk. Als je probeert voor te stellen in Den Haag, vind je buiten het parlement volgens mij het enige wetsartikel in Nederland dat in marmer is gebeiteld. Namelijk artikel 1 van de grondwet. Alle die in het Koninkrijk der Nederlanden bevinden, wordt in gelijk geval gelijk behandeld. Even verderop, een paar honderd meter verderop aan het Spui, vind je denk ik de helden van de rechtsstaat. Bij de gemeente Den Haag, achter een loket, naamloos, gezichtsloos, geven ze vergunningen, ze geven toestemmingen, ze laten vullen formulieren in, zonder aanzien des persoons. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. En in die zin denk ik dat je kunt verdedigen dat bureaucratie een noodzakelijke voorwaarde is om die rechtsstaat te kunnen uitvoeren en hem ook te kunnen garanderen. En leven dus ook de bureaucraten die als de ruggengraat van de rechtsstaat deze uitvoeren. Laten we eens kijken of we de bureaucraat kunnen begrijpen. De ambtenaar die als bureaucraat werkzaam is. Daarbij horen eigenlijk een paar noties. De eerste is dat de bureaucraat werkt niet in een vacuüm. De bureaucraat heeft het allemaal niet zelf bedacht. Er zijn regels waar hij of zij aan moet voldoen. Er zijn collega's die invloed uitoefenen. De bazen, daar is de politiek. Laten we eens kijken of we die wereld kunnen ontsluiten voor mensen die niet uit deze wonderlijke bureaucratische wereld komen. Een mooi voorbeeld vind ik de kennismaking met de douane. Als je terugkomt uit het buitenland. Als je de pech hebt, zullen je spullen moeten worden gecontroleerd door een persoon die nauwgezet kijkt wat je hebt meegenomen of dat wel of niet kon. En het interessante van die douaneambtenaar is, ja, wij komen hem tegen op het moment dat ons hoofd er helemaal niet naar staat. We willen door, we zijn moe en tegelijkertijd worden onze spullen doorzocht. Die douaneambtenaar leeft ook in een heel eigen wereld. Die wordt gedicteerd door wet en regelgeving. En ik vond een prachtig voorbeeld, dit stroomschema. Het bestaat echt uit het handboek douane. Het handboek is een bestaand iets dat je op internet kunt vinden. En je ziet hier dat per geval de douanier de keuze heeft tussen doorgaan of weigeren. En wat interessant is aan het schema is dat het omschrijft heel precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om door te gaan. Dus de kans op weigeren is heel groot. Dat moet de douanier zich allemaal afvragen op het moment dat hij met jou bezig is. En dus hij heeft niks tegen jou persoonlijk. Dat is allemaal niet aan de orde. De vraag is alleen, mag ik dit wel doorlaten? Omdat ik dat in andere gevallen ook wel of niet zou doen. Om te begrijpen wat ze doen, zou je eigenlijk twee simpele vragen kunnen stellen. Dat is een vraag die je bij diersoorten overigens ook zou stellen. Dat is een simpele vraag van, wat doen ze nou eigenlijk de hele dag? Waar zijn ze mee bezig? En de tweede vraag is natuurlijk, hoe doen ze het? En op de eerste vraag van, wat doen ze eigenlijk? Je zou kunnen zeggen, ze zijn de hele dag bezig om situaties te beoordelen en daarover besluiten te nemen. We kunnen kijken naar de juridische kant van het denkwereld van de ambtenaar, maar er zit ook een sociale kant aan. De douaniers besluiten, omdat ze hun collega's bepaalde dingen besluiten. Ze kijken om zich heen. En wat we kunnen doen is kijken of we in hun hoofd kunnen kijken. Of we snappen hoe hun afwegingen worden gemaakt. Klassiek werk hiervan is van Herbert Simon, Administrative Behavior. Het is geschreven in 1945, het is een klassieker. Wat Simon doet is op basis van zijn kennis van psychologie, van speeltheorie, van kunstmatige intelligentie en niet te vergeten langdurige ervaring in het lokale bestuur, kijken hoe komt het nou dat mensen besluiten nemen die ze nemen. En wat hem opvalt is dat als je kijkt, zeker die vergelijking maakt met kunstmatige intelligentie, dan is het aantal alternatieven dat je hebt is bijna oneindig waaruit je kunt kiezen als je een probleem hebt. Wat Simon opvalt is dat als mensen concreet keuzes moeten maken, als ze een lastig probleem hebben, dat ze terugvallen. Terugvallen op het bekende. En dat bekende bestaat uit wat hij noemt rules, regels, de juridische wereld die we net hebben besproken, routines, zaken die we kennen vanuit routines, dingen die zijn ontstaan, soms in de loop van 100 jaar of meer, en wat hij noemt standard operation procedures. Dus datgene wat we normaal als methode kennen als we een probleem hebben, nou dan pakken we het zo en zo aan. We schrijven een beleidsnota,
We sturen het langs alle afdelingen voor een paraaf en daarna gaan we weer verder. Wat Simon opviel is dat mensen dus meestal kiezen voor de route die ze al kennen. Definiëren het in rules, routines, standards of operation. En daarbij eigenlijk dus ook heel veel opties en alternatieve mogelijkheden niet eens in beschouwing nemen. Hij concludeert dan als psycholoog van ja, maar natuurlijk, dat kan ook haast niet anders. Maar wij zijn gewoon niet in staat om met ons brein zulke complexe afwegingen te maken en enorme matrixen te doorgronden. We moeten de werkelijkheid verder versimpelen. Een andere rol die daar natuurlijk doorheen speelt is ook nog de cultuur natuurlijk van de afdeling. Van, zo doen wij dat hier. Als je ergens begint te werken, dan merk je, zeker de eerste weken, kijk je met verwondering van ja, maar waarom doen ze dat hier zo nou? Ze doen dat omdat het daar zo werkt. En er is eigenlijk geen andere verklaring voor dan dat de traditie is. Wat Simon zegt is, dit wordt wel genoemd de rationaliteitsparadox. Simon zegt, kijk, het is niet rationeel om altijd naar het hoogste te streven en rationeel te zijn. We kunnen dat niet. En als dat zo is, dan is wat hij noemt satisficing, een begrip dat overzit in de Amerikaanse literatuur en ook in de Nederlands bestuurskundige literatuur een gebruikelijke term is geworden, is goed genoeg. En satisficing is de prachtige samentrekking van datgene wat to suffice, dus datgene wat voldoet, en wat satisfies, dus datgene wat tevreden stelt. Dat is genoeg. Hoger streven dan dat kun je beter niet doen, want het wordt heel lastig om dat met je collega's en met je superieur af te stemmen. We hebben gezien dat ambtenaren gedwongen worden in de bureaucratie. Zowel door de juridische kant van het geheel, alles wat door Weber is beschreven. Dat voorspelbaarheid belangrijk is. Dat de ambtenaar niet anders kan dan zich daar loyaal in te voegen. Of hij het nou leuk vindt of niet, soms met een hoge mate van zelfverloochening. We hebben ook gezien dat de ambtenaar in een sociaal dwangnet zit. Keurslijf, zoals geschreven door Simon. Rules, routines, standards of operation. Dat maakt het leven overzichtelijk, daar kun je haast niet uit. Dat roept de vraag op als je nu in 2015 kijkt van waar de overheid naartoe moet. Past dat eigenlijk nog? En hebben we niet veel meer ambtenaren nodig die flexibeler zijn, die meer resultaatgericht zijn? Die een beetje los kunnen komen van al die starheid die het natuurlijk ook met zich meebrengt. En de vraag is, bestaat het flexibele ambtenaar? Of is de flexibele ambtenaar ongeveer hetzelfde als een vegetarische slager of een atheïstische dominee? En ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Van oudsher vind ik de wijkagent eigenlijk een prachtig voorbeeld van een ambtenaar die dicht bij de burger staat, die ook bereid is om iets uit te leggen, die ook aanspreekbaar is. Daarnaast komen hele andere teams tot stand mede om de decentralisatie voor elkaar te krijgen. De overheid veel meer voor elkaar wil krijgen. Vaak zijn dat teams die bestaan uit meerdere disciplines, ook afkomstig zijn vanuit verschillende bureaucratieën, die allemaal hun eigen standards of operation hebben, hun eigen rules, routines. En het is een enorme uitdaging om die mensen bij elkaar te brengen. Dat zijn de helden van het openbaar bestuur van tegenwoordig. Hun uitdaging is aan de ene kant een maatwerk leveren, een resultaat behalen. En aan de andere kant, omdat de samenleving dat van hen vraagt, en vaak ook in de vorm van het bestuur, maar ook direct burgers die veel directer dan ooit toegang hebben tot publieke officials en tot ambtenaren. Aan de andere kant zijn ambtenaren nog altijd ingebed in een juridisch systeem waarin rechtsgelijkheid uiterst belangrijk is. En het is heel lastig te verkopen als je in een min of meer vergelijkbaar geval wel een rolstoel toekent, in het andere geval niet. Mogelijk zijn dat verschillen die we tussen gemeenten kunnen uitleggen, maar binnen de gemeente wordt dat heel lastig. En een ander punt als het gaat over, bestaat het meer flexibele ambtenaren? Ambtenaren die resultaatgericht zijn, die samen naar oplossingen zoeken, los van allerlei conventies. Is dat samenwerken, hoe werkt dat? En lukt het eigenlijk wel om van je routines en je regels van je eigen organisatie los te komen? Dat zou mij niet verbazen. Ik weet ook uit ervaring hoe lastig dat is. Ik heb Simon voorgeschreven aan politieagenten, een rol als docent bestuurskunde. En ze begonnen altijd met een enorme weerzin aan het boek, dat is niet eenvoudig geschreven. Maar interessant is dat ze na een tijdje ontdekken verdraaid. De wereld die Simon beschrijft, dat is de wereld van de politie, dat is de wereld van de brandweer. Die ken ik heel goed. En als ik met andere afdelingen moet samenwerken of met andere organisaties, dan is dit juist datgene wat het heel erg lastig maakt. Ik denk dat succesvolle ambtenaren rekening houden met dit spanningsveld. Met aan de ene kant diepe tradities, beschreven door Simon, beschreven door Weber. En aan de andere kant de wens om daar een beetje uit los te breken. En het zal jong leren worden, het wordt de kunst van het evenwicht zoeken om daar het middenin te vinden.